Welkom bij nog Spellenzolder, leuk dat jullie er weer zijn. En dit keer wil ik een blik werpen op de volle maan uitbreiding voor de Weerwolven van Wakkerdam, uitgegeven door 99 Games. Het is een spel voor 6 tot 18 of meer mensen, een beetje afhankelijk van welke uitbreidingen je allemaal hebt. En dan ben je ongeveer een half uurtje, drie kwartier per potje kwijt. Het basisprincipe van de Weerwolven van Wakkerdam is dat je met een groep spelers dorpelingen vormt. Nee. Het basisidee van de Weerwolf van Wakkerdam is dat je met een groep spelers de bewoners van een dorp vormt. En een aantal van de bewoners zijn weerwolven en die zullen proberen alle dorpelingen uit te schakelen. En de dorpelingen proberen natuurlijk de weerwolven in hun midden te ontdekken. Door gebruik te maken van ofwel hun speciale eigenschappen of door gewoon deductie. En te kijken of ze erachter kunnen komen wie zich vreemd gedraagt. Deze uitbreiding biedt ons 5 nieuwe karakters en gebeurteniskaarten die we kunnen mengen in het basisspel. Dus laten we eens gaan kijken wat er precies in het doosje zit. Deze uitbreiding is gemaakt door Philippe de Pallières en Hervé Marty. En wij krijgen de spelregels. Daar ga ik gelijk al eventjes naartoe. Een gedeelte van de spelregels is natuurlijk gewijd aan een uitleg van de nieuwe karakters. Daarnaast zijn er een aantal varianten meegeleverd die je kunt spelen met gewoon de weerwolven van Wakkerdam. En aan de achterzijde staan die verschillende speelvarianten uitgelegd. En hier staat nog een kleine verduidelijking van een kaart. Dus wat dat er gaat, dus niet heel veel regels voor deze uitbreiding zelf. Grappig, tenminste vind ik grappig. Uitbreiding 7, daar moet je even een spiegeltje bij halen, want die staat in spiegelbeeld geprint. En dat leest net even niet zo makkelijk als gewoon. Ik denk dat het ook een foutje is, want de rest staat allemaal keurig op de normale manier. Maar wel grappig, lekker in spiegelbeeld lezen. Dit zijn de 5 nieuwe karakters die we krijgen. En die plak je op het midden van een gewone burgerkaart. En dan kun je ze gewoon toevoegen zoals je bijzondere karakters toevoegt. Of je kunt ook zeggen, joh, ik neem een stapel burgers. Waaronder deze 5 bijzondere burgers, die schud ik en ik doe zoveel burgers in het spel als dat de hoeveelheid spelers vereist. En misschien dat er bijzondere karakters bij zitten en misschien ook niet. Daar hebben de spelregels zelf niet iets over te zeggen, maar dat vind ik persoonlijk een leuke variant. En we hebben de verschillende gebeurtenissenkaart en dat is eigenlijk het hoofdmechanisme wat deze uitbreiding ons biedt. Laten we daar maar eens naar gaan kijken. De gebeurteniskaarten komen in ieder geval in het spel met de 9e variant, de volle maan variant uiteraard. In deze variant gaat een speler, en het is leuk om daarbij de speler die als laatste geëlimineerd te kiezen, dan blijf je lekker betrokken bij het spel. Die gaat elke ochtend 1 kaart, een gebeurteniskaart openen en voorlezen en het effect toepassen. Alleen de eerste ochtend doen we dat niet. Er zijn grofweg 5 verschillende soorten kaarten. Kaarten die invloed hebben op de dorpelingen, kaarten die invloed hebben op de weerwolven, kaarten die invloed hebben op het stemmen, kaarten die invloed hebben op het stemmen en het doden en willekeurige kaarten die van allerlei geks doen. Dat is een grove indeling van de kaarten. En als je een ervaren spelleider bent, dan kun je dus bijvoorbeeld een bepaald type kaarten er niet in doen. Mijn voorkeur persoonlijk is ook als je wat kleinere groepen hebt, om de stem- en doodkaarten eruit te halen. Want die geven bepaalde beperkingen. En zeker als je dan met een kleinere groep bent, dan kan dat een redelijke impact hebben op het spel. En verder kan een spelleider ook zeggen van, joh, ik ga die gebeurtenissen zelf op een bepaalde volgorde neerleggen. De effecten zelf, ja, die staan duidelijk op de kaarten uitgelegd. Er is 1 kaart waarvoor ze een verduidelijking hebben geplaatst in de regels. Maar dat is het hoofdmechanisme wat deze uitbreiding
toevoegt. Daarnaast hebben we natuurlijk de vijf karakters. Ze kunnen er al heel kort even bij stilstaan. We hebben de dorpsgek. Als de dorpelingen deze speler aanwijzen als degene die de brandstapel ontmoet, dan laat hij zien dat hij de dorpsgek is. Dan zegt iedereen, oh sorry, jij bent de dorpsgek. Dat vinden we zielig. De stemming wordt teruggetrokken en we gaan opnieuw stemmen. Maar vanaf dat moment heeft de dorpsgek geen stemrecht meer. De dorpsoudste, als de weerwolven deze speler aanwijzen, de eerste keer dat ze de weerwolven deze speler aanwijzen, draait hij zijn kaart niet open en wordt hij niet geëlimineerd. De dorpsoudste moet twee keer door de weerwolven aangewezen worden om uit het spel geknikkerd te worden. Echter, als het dorp hem aanwijst om hem op de brandstapel te gooien, dan heeft hij niks aan zijn eigenschap. Hier onderaan hebben wij de zondebok. Als een stemming eindigt in een gelijk spel, wordt in plaats van de betrokken karakters, wordt de zondebok uit het spel gegooid. Want ja, hij neemt natuurlijk gewoon de schuld op zich voor deze tragische situatie. Dan hebben we hier nog de genezer. De genezer opent zijn ogen voordat de weerwolven een speler gaan elimineren. Hij wijst iemand aan en als de weerwolven vervolgens die persoon aanwijzen, wordt hij niet geëlimineerd die nacht. Dus die beschermt één speler in de nacht. En als laatste hebben we de fluitspeler. De fluitspeler moet je een beetje zien als de rattenvanger van Hamelen. Elke nacht opent deze speler zijn ogen en die wijst twee spelers aan. Die worden door de spelleider op de schouder getikt of op een andere manier kenbaar gemaakt dat zij betoverd zijn door de fluitspeler. De fluitspeler sluit zijn ogen of haar ogen. En de twee betoverde spelers die openen hun ogen samen met alle andere spelers die ook ooit betoverd zijn door de fluitspeler. Op het moment dat alle spelers in het spel betoverd zijn door de fluitspeler, wint de fluitspeler in zijn eentje. Dus die probeert iedereen te betoveren tijdens de nacht. Dus dat is de fluitspeler. En uiteraard betovert hij zichzelf niet. Maar dat zijn de vijf karakters. En dat zijn de gebeurteniskaarten. En dat is wat de volle maan ons brengt. En dan komen we weer bij de vraag of de volle maan uitbreiding de moeite waard is om toe te voegen aan het basisspel. Ik vind het een lastige. Ik denk dat jullie dat vooral zelf moeten beoordelen aan de hand van wat ik jullie heb laten zien. Maar wat ik er zelf van vind, zal ik in ieder geval meedelen. De gebeurteniskaarten als eerste. Ik vind het een leuk mechanisme om een frisse wind te laten waaien door het basisspel. En zeker als je een spelleider bent die al wat vaker Weerwolf van Wakkerdam heeft gedraaid, is het gaaf om wat van dit soort kaarten te gebruiken. En daar kun je dus ook zelf een schifting in maken of zelfs de volgorde zo neerleggen dat het op een bepaalde manier afgaat. Daar kun je mee gaan spelen en dat geeft je toch een nieuwe vrijheid en nieuwe leuke en vooral ook sfeervolle gebeurtenissen die het spel weer net even een andere kant op draaien. Want er zitten echt toffe gebeurtenissen tussen voor beide partijen. Daarnaast vind ik de spelregels ook leuk gedaan. En daar bedoel ik mee, je krijgt 9 nieuwe spelvarianten. En bij die spelvarianten zitten ook heel veel tips om nog meer sfeer en gezelligheid uit dit spel te halen. Dus heel handig qua tips en tricks. En ook leuk om wat nieuwe varianten te proberen. Maar wat vind ik nu van de uitbreiding? Het is niet dat ik het basisspel niet meer wil spelen zonder deze uitbreiding. Het basisspel blijft leuk en deze uitbreiding kan ik afhankelijk van de groep eraan toevoegen als ik denk dat de groep daar plezier uit gaat beleven. De sfeervolle gebeurtenissen helpen mij als verteller soms in het verhaal brengen en de angst en de achterdocht en het in elkaar een bestekla in de rug steken element van weerwolven naar voren te brengen. En bij sommige groepen zal ik denken van nou, dit is misschien niet de groep om nog weer extra regels aan toe te voegen. Dus dat zul je echt zelf moeten bepalen. Het geeft je in ieder geval een groot aantal leuke opties waar je mee kan gaan spelen. En vandaar dat ik de uitbreiding gewoon 3 sterren heb gegeven. Het is niet slecht, hij spat er ook niet uit, maar dat geeft je wel een paar leuke tools om weerwolven mee aan te passen aan jouw groep. Spellenzolder.